En dat komt er dan zo uit te zien. 10.000 voetgangers en 15.000 fietsers zullen elkaar straks hier gaan kruisen. En daar wordt het fietspad voor onderbroken. Ik vind het een beetje raar dat die voetgangers dat fietspad onderbroken wordt. Het lijkt me redelijk gevaarlijk. Lijkt me niet heel handig, nee. Dat werkt ongeluk in de hand, geloof ik, met toeristen en zo. En who shares the space? Ja, u met de fiets. Ja, oké. En de voetgangers. Ja, oké. En jij denkt dat het werkt? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Volgens deskundigen is de constructie aan zich een goed idee. Shared space werkt wereldwijd op heel veel plekken erg goed. Je creëert meer ruimte voor alle weggebruikers. Ze hebben meer oogcontact met elkaar. En dat moet ertoe leiden dat ze meer betrokken bij elkaar zijn en goed op elkaar letten. Er zit een gedachte achter het abrupt afbreken van het fietspad. Het gaat vooral om bewustwording. Aandacht omhoog, snelheid omlaag. Je comfortabele rode fietspad stopt. Dus de kleur verandert, het materiaal verandert. En je bent dan op een plein waar iedereen gelijkwaardig is. Ik weet zeker dat het niet gaat werken. Waarom niet? Dat mensen gewoon precies doen wat ze zin in hebben. De Amsterdamse fietsers, dat is een gevaarlijk soort. De fietsen zijn heilig in Amsterdam, laten we het daarop houden. En daar schuilt meteen ook het grootste gevaar. Als fietsers of voetgangers niet dat respect tonen en maar gewoon dwars er doorheen willen, dan gaat het niet werken. De grootste uitdaging is als het niet in de eerste dagen lukt om te blijven geloven in dit ontwerp. En niet meteen terug te schieten naar een traditionele inrichting. Want dat zou ik heel erg jammer vinden. Je moet het wel even zijn tijd gunnen. Een flinke uitdaging dus. Het is de bedoeling dat deze nieuwe indeling vanaf oktober in gebruik kan worden genomen.